elektrische signalen geïnterpreteerd door ons brein. Zo is de werkelijkheid die we met onze vijf zintuigen kunnen ervaren gereduceerd in de film The Matrix. Het is een uitspraak van Morpheus. En dan kun je zeggen van ja, maar dat is maar een film. En dat is ook zo. Nou zijn er ook allerlei wetenschappers die dat zeggen, zoals Stephen Hawking en Elon Musk en nog een heel scala aan andere wetenschappers. Er zijn ook allerlei ervaringsdeskundigen die dat zeggen, waaronder Martijn van Staveren. Ja, nou heb ik zelf ook een aantal dingen meegemaakt die er voor mij op wijzen dat dat ook inderdaad zo is en die wil ik graag met je delen. Ja, het is denk ik iets meer dan 20 jaar geleden dat ik met een vriend van mij in mijn huiskamer zat. En die vriend van mij die kreeg een onweerstaanbare drang om op zijn kaken te bijten. Dus dat deed hij. En ja, ik wist dat allemaal niet. Hij vertelde dat allemaal achteraf. Maar hij zegt van nou, ik kon die kaken gewoon ook niet meer van elkaar krijgen. Dus ik wou dat wel loslaten, maar dat kon niet eens meer. Dus dat was zo'n maffe ervaring. En op een gegeven moment toen kwam er een soort release van energie, zegt hij. Waardoor zijn kaak weer loskwam. En hij gaf stem aan die release eigenlijk. En dat was een beetje gibberish wat eruit kwam. En gek genoeg liet ik hem gewoon praten. Ik zei verder niks. Het was allemaal, ja, ik kon er niks van verstaan. Het was een. En op een gegeven moment werd zijn stem, leek het wel, overgenomen door een soort kosmische stem. Alsof hij diep uit de ruimte kwam. En tegelijkertijd kwam er op zijn iris een zwart laagje. Ongeveer 2 à 3 millimeter van zijn huid. Van zijn echte oog. En eerst was hij heel blij. Hij keek de kamer rond. Hij zei, oh, hij zegt, Arjan, er zijn hier allemaal mensen. Ja, en het volgende moment was hij wat teleurgesteld. En hij zegt van, nou, hij zegt, die mensen die zijn hier allemaal voor jou. Nou, dat was het startschot voor een ervaring. Ik weet niet precies hoe lang die heeft geduurd. In mijn herinnering was het wel 5 of 6 uur. Waarin ik met van allerlei mensen heb kunnen spreken. En waarin we ook van allerlei tests moesten doen. Ik heb met een vrouw gesproken waarvan ik zeker weet dat ik die altijd al ken. Echt honderdduizenden jaren, zo voelt dat in ieder geval. En het gekke is ook dat ik heb ervaren dat zij alles van mij weet. Zij kon mij meer over mezelf vertellen dan ik zelf wist. En toch voelde ik het als waar. En ja, we hebben heel veel moeten doen. Het is al heel lang geleden, dus ik kan lang niet alles meer herinneren. Er zijn een aantal dingen die me nog heel erg bijstaan. Op een gegeven moment zei hij van nou, zei Arjan, hij zegt, er is een heel groot gevaar. Hij zegt, er moet iets gebeuren en jij moet het doen. Ik kan niet zeggen wat het is, zeg maar jij moet het doen. Ja, dus ik had zoiets van nou, oké, wat moet ik dan doen? En ik wilde hem een hug geven, want hij was ja, best wel aangedaan. En hij was best wel, nou, hij keek een beetje paniekerig uit zijn ogen. En toen zei hij, nee, dat moet je niet doen. Want als je me aanraakt, is heel gevaarlijk. En jij moet het doen en je moet het alleen doen. En er was nog een hond bij ons in de kamer. En ik ging naar de hond toe en ik ging die hond knuffelen. En achteraf, en ik zag het ook op dat moment zelf, er kwam echt een soort geel-roze wolk van die hond af. En achteraf zei hij van nou, hij zegt, ik vond het bizar wat je deed, maar hij zegt, het was het enig juiste wat je kon doen. Hij zegt van nou, ik dacht van nou, zet weet ik veel wat voor metal muziek op om dat weg te jagen. Maar hij zegt dat het kiezen voor liefde, dat smolt alles weg. En hij zegt, het was zo gevaarlijk. Ik weet zeker dat als het niet goed was gegaan, dat ik hartstikke dood was gegaan. En ja, ik kan het natuurlijk niet controleren, maar nou, dat was wat hij zei. Dat was de ervaring. En op een gegeven moment mocht ik ook, werd mij de vraag gesteld dat ik met iemand mocht spreken. Nou, ik moet zeggen dat ik had nog erg liefdesverdriet op dat moment. Dus het eerste wat ik zei was de naam van dat meisje. En ik weet nog dat die vriend van mij echt dit deed. Zo van, ah, alsof ik iets stoms deed. En later heeft hij dat gedacht, zo van, nou, dat was niet stom, maar het was anders dan verwacht. En dus toen begreep ik dat het om een overledene ging. En het eerste waar ik aan dacht was mijn opa. En
vanaf het moment dat ik aan mijn opa dacht, ik zat op de tafel tegenover die vriend van mij en ik had zijn armen in mijn armen, dus we hadden ongeveer de onderarmen van elkaar beet en we keken elkaar aan. Vanaf het moment dat ik aan mijn opa dacht, toen kwam er vanaf het puntje van de neus van mijn vriend ongeveer op de afstand net gelijk aan dat zwarte extra iris, dus ongeveer op 2-3 millimeter, vormde zich een extra huid. En die ging heel langzaam over de hele neus en die helemaal over het gezicht. En dat werd het gezicht van mijn opa, tot helemaal aan de armen aan toe. Dus ik dacht aan mijn opa, nou, en ik denk nog geen 15-20 seconden later zat ik voor mijn opa. Althans, zo leek dat. Die was letterlijk die vriend van mij, die transformeerde heel langzaam in mijn opa. En ja, ik heb best wel een bijzonder verleden op allerlei manieren. Dus onder andere heb ik een paar jaar lopen junken. En er was één ding die ik had geërfd van mijn opa en dat was een horloge. En die droeg ik gewoon, maar die was kapot gegaan. Dus die had ik naar de juwelier gebracht. Alleen in de tijd dat ik gebruikte, ja, had ik geen geld en heb ik dat horloge nooit weer afgehaald. Dus dat horloge was al iets van 2 jaar bij de juwelier. En terwijl ik daar zo recht tegenover mijn opa zat, vond ik dat zo lullig. En dus dat voelde ik heel erg. En toen, wat ik vervolgens zag, was dat er uit zijn hart roze bollen kwamen, ongeveer de grootte van mijn vuist. En die gingen rechtstreeks mijn hart in. En die smolten dat hele gevoel wat ik had van schaamte en lulligheid helemaal weg. En zei mijn opa, het maakt helemaal niets uit. Het is helemaal goed. Nou, toen heb ik een kleine uitwisseling met hem gehad en ik was en toen ging die ook weer. Ik was gewoon helemaal perplex. Ik wist helemaal niet zo goed wat ik moest zeggen. En er zijn nog veel meer dingen gebeurd in die gebeurtenis. Ik denk dat ik wel 3 maanden na die tijd echt helemaal totaal van me apropos ben geweest over de werkelijkheid. Dat ik niet meer wist of ik links of rechts was of dat ik nou wat ik nou moest of wou of zou. Ik was echt helemaal in de ban van die ervaring eigenlijk. Ja, de volgende ochtend, ik werkte toen onder andere in een videotheek, moest ik gewoon om 11 uur naar de... Want dit gebeurde 's nachts en ik moest gewoon om 11 uur naar de videotheek openen. En ik weet nog dat ik in de bus zat naar de videotheek en dat ik nog 1 of 2 minuutjes moest. En dat ik overmand werd door een onvoorstelbaar groot verdriet. En het was zo groot dat er waren allemaal mensen in de bus, dus ik wou dat op dat moment niet laten gaan. Dus ik kon echt met alle kracht die ik in me had, heb ik dat gevoel onderdrukt, zodat het eruit zou komen. En toen dacht ik van nou, als ik uit de bus ben, dan laat ik het wel gaan. Nou ja, dus ik was even later uit die bus, maar toen was het gevoel weg en toen kon ik dat helemaal niet weer oproepen. En ja, dat is tot die tijd ook nooit weer teruggekomen. Dus dat is iets wat er nog zit. Ja, wat ook nog wel bijzonder is om te delen, is dat die vriend van mij, die kende ik ook nog van mijn grijze verleden. En ik heb van allerlei stoute dingen gedaan, maar nooit geweld gepleegd. En het was heel bijzonder, want door hem was deze ervaring mogelijk. En dit was voor mij echt eigenlijk een heilige ervaring. Ik heb hem ook achteraf ervaren als een kosmische schop onder mijn hol. En toen ik ben verslaafd geweest en in die periode vlak daarvoor had ik toch weer een paar keer gebruikt. En toen was het voor mij echt een punt van nou, ga ik linksom of ga ik rechtsom? En het voelde ook alsof het op een soort point of no return was. Van nou, ga ik nu, als ik nu niet kies om iets anders met mijn leven te doen, waarvan ik wel het gevoel had dat de bedoeling was dat ik iets anders met mijn leven ging doen. Ja, dan zou er ook geen weg terug meer zijn of zo. Maar dus door hem had ik die ervaring gekregen. En het was nog geen 2 weken later. En toen stelde hij me voor om samen met hem een roofoverval te plegen. Nou, ook zonder die ervaring was ik daar nooit op ingegaan. Maar ik stond er zo perplex van, omdat voor mij toonde het op heel diep niveau aan dat het leven heilig is, maar b ook dat er helemaal geen privacy is. En dus we hebben nu de Big Brother en dat overal camera's hangen en de panopticon van de samenleving.
Maar ik weet ook dat er op een ander niveau geen privacy is. Dat alles geweten wordt. En ook dat ik heel erg geliefd ben. En dus dat is een hele andere ervaring van dat er geen privacy is dan dat alle camera's die overal hangen. En dus door die ervaring ben ik eigenlijk van gelovende, want ik geloofde wel al die esoterische dingen en dergelijke. En ik kon dat ook wel begrijpen met mijn mind en kwantumvisies, hoe dat een beetje in elkaar zit. En ik had dan toch een gevoel van een richting. Maar door die ervaring ben ik voor mij van een gelovige naar een wetende gegaan. En dat weten, dat heeft me dus heel erg van me apropos gebracht. Ik wist 3 maanden echt niet meer wat voor of achter was. Maar het heeft me ook heel erg gegrond in de andere werkelijkheid. En dat er een totaal andere werkelijkheid is en dat eigenlijk alles gecreëerd kan worden. En dat de wereld die we voor onze ogen zien, dat daar iets anders mee kan gebeuren dan onze dagelijkse realiteit en wat wij denken wat mogelijk is. Ja, dus dat is mijn ervaring van de Matrix en die heb ik bij deze met je gedeeld vanuit Glastonbury. Het is mijn ervaring dat alles kan, maar dit is gebeurd door iemand anders. Nou, heb ik ook al een aantal dingen met jullie gedeeld, zoals het watervasten en dat de koortslip en de pijn wegnemen. Dat prima lukt om dat zelf te doen. Maar ik wil wel kijken tot hoe ver dat gaat. En zoals je ziet heb ik hier best wel wat grijs op de baard. En hoe leuk is het als dat gewoon weer donker wordt, want dat is de originele kleur die ik had. Dus ik wil kijken of het mij lukt om middels opdrachten die ik mezelf geef, om zelf te creëren dat mijn haar, zowel mijn baard als mijn haar, want hier zit ook al wat grijze haren, dat het gewoon weer zijn originele kleur krijgt. Dus dat zijn de opdrachten die ik mij de komende ochtenden ga geven. En je bent erbij. Dus ik laat zien hoe dat gaat. Of me dat wel of niet lukt. Ik heb geen idee. Maar ik vind het wel leuk om het experiment te doen. En om dat ook met je te delen. Als je nou leuk vond om te kijken, doe even dat duimpje omhoog. Wil je meer van de video's zien? Abonneer je op de nieuwsbrief van Earth Matters. Of op het YouTube kanaal van Earth Matters. Ik zie je graag aan de andere kant.